Hi, ik ben Tom Lassing. Vandaag wil ik het hebben over de corona -maatregelen. En, eh, Ik hou het even dicht bij huis in mijn eigen woonplaats. Je ziet hier mijn eigen tuin. Um, wij hebben hier in, in West uh, hebben we een uh, heel klein centrum. En in het centrum, in het winkelcentrum, mag je je fiets niet meer parkeren. Nou, en wat je nu ziet. Is dat sommige mensen gewoon uh, denken dat je doodgaat als je die fiets parkeert in het winkelcentrum. Want dan kan je er niet meer langs en dan ga je dood. Dat idee krijg je. En op het moment dat jij je fiets daar neerzet, ja, dan veroordeel je anderen tot de dood. Want dat zou niet mogen. Dat is echt dat is te erg voor woorden. Het feit is alleen, we hebben al een maand lang geen enkele coronazieken hier in West. Dus waar hebben we het over? Nou, hetzelfde met de mondkapjes. Uh, we moeten op bepaalde plekken moeten we mondkapjes uh, op. Ja, die mondkapjes die helpen. Die zorgen ervoor dat jij niet een ander besmet. Maar als jij, jij en jij niet ziek zijn, want we hebben al een maand lang geen enkele zieke hier in best, wie bescherm je dan? Ja, maar straks worden we misschien weer ziek. Ja, dat kan. En we kunnen op het moment dat de eerste weer ziek wordt, de eerste die zegt van ik voel me niet zo heel lekker, ik laat me testen, kunnen we direct al die maatregelen weer invoeren. Maar er is niemand ziek. Dus waar hebben we het over? Waar doen wij nou moeilijk over? Nou, wij doen daar moeilijk over, omdat heel veel mensen enorm bang zijn geworden. We zijn echt gemanipuleerd door de media. Je moet zo uitkijken en oh, alsjeblieft, loop om elkaar heen, en niet binnen anderhalve meter, want je gaat dood. Ja, nou, ik kan daar dus echt niet tegen. Echt belachelijk zoals dat nu gaat. Zeker omdat we hier al een maand lang geen enkele zieken hebben. Dus ja, het is te gek voor. Me. Kijk, in een Florida is dat anders. Daar is die vol in de uitbraak. Daar is het nu hartstikke erg. Ja, natuurlijk moet je daar met mondkapjes lopen. Misschien ook al buiten als het druk is. Eh, eh, want je, je moet daar wat doen om dat daar tegen gaan, zeker in Florida, waar heel veel oude mensen wonen. Maar hier is die over. En we hebben hier wel eens nog een uitbraak in een vleesverwerking. of in een, in een, een, een verzorgingsthuis. hebben we nog wel even een, een uitbraak dat het ineens er is. Maar het is daar. Het is niet zo dat we nu overal mensen hebben die nog ziek zijn. en ziek worden. Dat is niet zo. Dus we zijn daar voorbij. Maar we blijven bang alsof we nog midden in die pandemie zitten. Nou, ik, ik vind het gewoon doodzonde. We gaan onszelf helemaal gek maken. We maken de economie helemaal kapot. We kunnen nergens naar een restaurant. Fatsoenlijk zitten. We moet allemaal moeilijk doen. En ik, ik had laatst een, uh, een terrasje. Er stonden twee mensen op tafel. Ik kon erbij staan. Direct twee opens naar me toe. En morgen maar twee mensen aan dit tafeltje staan. Flikker toch op. Dus ja, daar ben ik me weggegaan. Ik, bedoel, daar, ik vind het zo vreselijk. Dus ja, ik ben er wel klaar mee, maar dat is wel duidelijk. Um, ik ik baal er zo van dat, dat heel veel mensen zo bang zijn. Als jij zo ontzettend bang bent, kom dan niet buiten. Regel dan wat dat je kinderen dat, re, dat voor je halen, die, die boodschappen of de buren, of regel wat. Maar ga alsjeblieft niet doodangsten uitstaan omdat je buiten loopt, omdat je in het winkelcentrum loopt en oh, er komt iemand binnen anderhalve meter van je. Dan hoor jij niet in dat winkelcentrum. Dat dat duidelijk zijn. dan is het niet die andere probleem, het is jouw probleem. Nou nee. oké, okay. ik hou erover op. Ik was Tommasing. Tot ziens.